Die zwervers, hè, die de vuilnisbakken openmaken. Ja. Mensen klagen al over ratten. Ja. En nu komen die zwervers erbij die echt bewust die vuilnisbakken openmaken. Omdat nu kunnen ze statiegeld vinden. En volgens mij moet er een oplossing zijn. En ik hoop dat de gemeente achter de schermen daar ook al mee bezig is. Om andere soort vuilnisbakken te plaatsen. Wat vindt u daarvan allemaal? Sowieso zijn ze bezig dat ze ondergrondse vuilnisbakken willen gaan plaatsen. Maar alles is beleid en dat is vaak een 10-jaren plan. Want voordat ze dit hebben uitgevoerd, is het een hele bureaucratische cirkel eromheen. Dat is overal in de stad hoor. Dat zijn die vuilnisstonden open door dat hele ding van die blikjes. Die nu staat, je kan statiegeld, je moet statiegeld betalen. Ja. En ik kan je zeggen, het is niet alleen zwervers zie ik hoor, die in die prullenbakken gaan nu. Kijk soms naar die mensen en ik denk, deze lijkt me echt niet iemand die een zwerver is. Maar ja, er is geld te halen. Het is een wisselwerking, zeg maar. Je wil zeg maar, de natuur beschermen. Dus statiegeld is goed. Mensen brengen plastic flessen terug om het milieu te beschermen. Maar je creëert weer een ander probleem. En daar hebben ze geen oplossing voor. Je kan ze niet kwalijk nemen, want ook al was ik een zwerver, ik ga waar ik geld kan vinden, toch? En dat is in de vuilniszakken, vuilnisbakken. Klopt, de zwervers zijn tegenwoordig ook mondig en brutaal geworden, omdat ze nu hun eigen centjes hebben. Nu, als ze zeg maar, te lang in de rij staan, want ze staan vaak met twee grote zakken, krijg je een middelvinger van ze of een brutale blik van ze. Want ze hebben ons niet meer nodig over een aalmoesje. Ik heb er ook gewoon last van dat vanaf 3 uur in de nacht zijn ze bezig zakken uit mijn container weg te halen, open te scheuren en gewoon daarvoor te laten. Als ik mijn portiek uitloop, is het vaak gewoon Een vieze boel van grote vuilniszakken die ze allemaal open hebben gerukt en daar gewoon onbeheerd hebben opengelaten. Ik hoor ook van de winkeliers dat ze dit continu doorgeven, dat ze hier tegenaan lopen, ze zoeken naar oplossingen. Is een grote nood, maar er komt geen oplossing. Stadsdeel is gewoon bezig met de vernieuwing, verbouwing. Wat eromheen gebeurt, wij onderaan de ladder. Zeg maar op het veld, hier komen ze gewoon niet. Ik heb vandaag met de manager van een supermarkt gesproken. Hij maakt films. Hij praat met het stadsdeel. Er moet een oplossing komen. Want statiegeld zelf is een grote onderneming op zich. Een groot bedrijf. Ze moeten met een andere oplossing komen. Dit werkt helemaal niet. We lopen vast. We zitten vast. Eén probleem lossen ze op en ze creëren weer een ander probleem. De winnaars zijn nu de ratten. Klopt. Zijn nu de ratten, want hebben we weer een rattenplaag die ze een aantal jaar geleden hadden opgelost. Maar nu zitten we weer met heel veel ratten.